Dinsdag 26 april werden in Tiel de lintjes uitgereikt aan de stadsgenoten van Tiel door burgemeester Beenakker. Ditmaal werd er gekozen voor een andere opzet. De gedecoreerden werden in hun eigen omgeving opgezocht en onderscheiden voor een inzet voor de maatschappij. Met een bus trok een gezelschap onder leiding van de burgervader door Tiel. Het leverde veel verraste en blije gezichten op. 8 inwoners werden lid in de orde van Oranje Nassau. De eerste stop was bij Dynamiek aan de Haaftelaan in Tiel-West. Frank Verhoef kreeg in alle vroegte het eerste lintje. De heer Verhoef is ruim 20 jaar actief als vrijwilliger bij het Rode Kruis. Ik heb een heel verhaal over u. Ik ga het toch even voor het voordragen. Meneer Verhoef, allereerst van harte proficiat met uw 18-jarige huwelijk. Vrouw vorige week. Dus ik sta hier met bloemen en taart, maar dat is niet voor het huwelijk. Hij verricht al vele jaren ondersteunende taken voor het bestuur en is tevens coördinator bij evenementen. Tijdens de COVID-pandemie heeft hij ondersteuning verleend bij het bron- en contactonderzoek en waar nodig mensen vervoerd naar de priklocatie. We hebben het even nagerekend, hij heeft al iets meer dan 30.000 uur in het Rode Kruis gestoken. Hij is nu dan met u ook nog thuis, heb ik begrepen. Ja, de kinderen en kleinkinderen moeten ergens vandaan komen. Maar goed, vandaag staat hier het middelpunt. En het is voor mij een hele eer om te zeggen dat Fijne Majesteit heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Hartelijk. Hier is hem. Kijken of ik hem een beetje op kan krijgen. Nee, ik heb er geen rekening mee gehouden. Ik heb geen rekening aan. Ik moet een beetje op. Ga je over de vraag? Ik moet wel goed gaan even de foto zitten. We doen het op burgemeesters pesten, daar hebben ze hele kleine speeltjes vervonden. Van harte proficiat. Dankjewel. De tweede stop was bij de BMX-baan aan de Schaarsdijkweg in Tiel. Daar kreeg een verraste Avendi van Eerwijk ook een lintje. De heer van Eerwijk is ruim 20 jaar actief als terreinbeheerder en kantinebeheerder bij de Weirijders. Hij is 15 jaar vrijwilliger geweest bij het Rode Kruis Bloesemtocht en was 5 jaar trainer bij voetbalvereniging Buren. Ruim 10 jaar is hij cateringmedewerker bij Jong Nederland Buren en is hij nu al 7 jaar docent jeugd bij Sportvisserij Nederland. We zijn hier niet zomaar. We komen nu verrassen. Ik heb allerlei mensen meegenomen, dus gaan we meteen komen daar verder mee. Maar ik wil u eerst even toespreken. Eerst beginnen we natuurlijk met de Weirijders hier in Tiel. Want die club speelt een grote rol in uw leven. Ja. En u speelt een zeer grote rol in de club. Al 20 jaar bent u als vrijwilliger hier betrokken. Ja, hier en daarvoor op de vorige plek. Ja, ja. En uw schoonzoon Johan heeft destijds kennis laten maken met mooie BMX-sport, heb ik begrepen. En daar is hij nog altijd blij om. En u denk ik ook. Want u bent onmisbaar hier. En de reden dat ik hier ben is dat ik niet alleen bij mooie woorden moet blijven. Maar dat is mijn eer is. Om te zeggen dat zijn meisjes heeft behaagd u te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En die mag ik u opspelen. De lintjescaravaan ging verder en kwam uit bij verpleegtehuis Vrijthof aan de burgemeester Meslaan. Jacob Baas was de volgende gelukkige. De heer Baas is meer dan 25 jaar betrokken bij de stichting Vrienden van het Vrijthof. Hij is onder andere actief als bestuurslid en penningmeester. Verder is hij 7 jaar actief als webmaster voor protestantse gemeente Tiel en sinds kort ook voor de Wereldwinkel en de Grote Groene Kerk. Daarnaast is de heer Baas ook al jaren actief bij ijsvereniging De Pinguin. Nou, we zijn met de bus, en dat heeft hij natuurlijk niet gezien, maar we hebben vast maar even kijken. We zijn met de bus gekomen, dus wij
rij een rondje door Tiel vanochtend. Oké. Okay. Ben ik het derde slachtoffer waar we zijn. Als verrassing komen wij erbij. Dus we hebben van alles meegenomen, maar daar komen we zo wel op. Ja, meneer Baas, ik heb het wat voorbereid om u toe te spreken, want het is natuurlijk een belangrijk moment. Ja, nog een paar dagen en dan is het 1 mei. En u zal zeggen, ja, wat is daar dan bijzonder aan? Maar dat is een bijzondere datum, want op 1 mei 1996 ging u zich als bestuurslid inzetten voor de Stichting Vrienden van het Vrijthof. Althans, ja, alles, heel veel wat ik zeg, is door Lucien Tros ons doorgegeven. Dus als het niet klopt, moet u hem straks gewoon de schuld geven bij de borrel. Ja, met deze mooie vriendenstichting maken jullie het leven van de bewoners van het Vrijthof zeker aangenamer. En dat doen jullie al 40 jaar met allemaal mooie projecten en activiteiten. En jullie organiseren ook dingen die anders niet zouden plaatsvinden of veel moeilijker zouden gerealiseerd zouden kunnen worden. En er komen heel veel bekende artiesten hier optreden. Ja, ik krijg daar nooit uitnodigingen voor. Ja, Willeke Alberti wil ik toch graag een keer zien. Wieteke van Doort, allemaal. Ik zit ook in de leeftijd. Wordt ook wat ouder. Ronnie Tober is hier volgens mij trots geweest. En om met Willeke Alberti te spreken is samen zijn, is samen lachen, samen huilen, leven door dicht bij elkaar te zijn. Ik ga niet zingen, want dat ga ik echt niet aandoen. Iets wat ik echt niet kan. Maar ze zingt dat nummer bij elke optreden. Zij treedt tegenwoordig heel vaak op, ook voor ouderen. En samen zijn draagt u zelf al 25 jaar bij. Want van die 40 jaar kan de stichting alweer dan een kwart eeuw op u rekenen. U bent een van de drijvende krachten. En dat is niet onopgemerkt gebleven. Dat ik u namens zijn majesteit mag onderscheiden tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Het vierde lintje werd bezorgd bij Wilhelmina Bedina Brinks Veenendaal in de Ceciliehof aan de Kerkstraat. Mevrouw Brinks is al bijna 45 jaar vrijwilliger bij de protestantse gemeente Tiel en de gereformeerde kerk Tiel. Ja, al zo'n 44 jaar zet u zich in voor de Tielse gemeenschap. En hoe? Het was de reden van Anke van der Molen om zich tot ons te richten. Geen mens dat hulp behoeft, ik citeer haar, klopt ooit te vergeefs bij haar aan, zegt zij. Sinds 1978 zie ik mevrouw Brinks blijmoedig werken in Tiel. Als stille werkster lost zij problemen op voor buren qua voedsel, ondersteuning en in het huishouden. En ze zorgt voor de kinderen en ze troost in moeilijke tijden. Ook is zij al bijna 25 jaar vrijwilliger en bestuurslid bij het protestantse kerkkoor Prokant. De vijfde stop van de dag was voor de heer Adrianus Frederik Steehouwer. Hij werd in zijn woonhuis aan de Waardenburglaan overvallen door de lintjesbus. De heer Steehouwer is ruim 45 jaar op diverse terreinen actief als vrijwilliger bij de protestantse gemeente Tiel. Zo was hij ouderling, dirigent, organiseerde hij kennismakingsavonden en is hij lid van de commissie Archiefbeheer. Want u bent echt iemand die graag met mensen omgaat, zoals je omschreven bent. De predikant Peter Meerma heeft intensief met u samengewerkt en hij herkent nu de woorden van Marie en zegt over u: ik heb Ad leren kennen als een uitermate betrokken en enthousiaste vrijwilliger. Zijn kracht lag niet alleen op het organisatorische vlak, hij was vooral iemand met een warme betrokkenheid bij mensen. Dat is ook hoe mevrouw Weekamp, directeur van de stichting PUM, u typeert. In 2001 werd hij op vrijwillige basis senior expert bij de stichting Project Uitzending Managers Netherlands, afgekort PUM. PUM. Ja. Hier zette u kennis en ervaring in om het MKB in ontwikkelingslanden te versterken. En daarmee hielp u mee aan het bestrijden van de armoede.
En die heeft dat, begrijp ik, 16 jaar gedaan. En in die tijd 10 missies uitgevoerd. Top, in India, Vietnam, Thailand, Iran, Egypte en Turkije. Klopt, ja. Nou, hartstikke goed. Mevrouw Wekerom zegt dat u een zeer gewaardeerde expert was. Ik citeer haar. De heer Steehouwer had een grote vakbekwaamheid en deskundigheid en hij verrichtte zijn vrijwilligerswerk op een innemende en capabele wijze. Nou, dat zou ik nog weten. Hè? Het archief, ja. Dat is toch mooi dat er allemaal over verteld wordt. Ja. En het is natuurlijk ook heel bijzonder om in, ik kan me zo voorstellen, om in landen zoals India en Iran actief te zijn. Ja, het was wel spannend in Iran, ja. Zeker, ja. Het was in tijden van de cartoon. Waarbij de ambassade van Denemarken bestormd is. Ja. En de ambassade van Nederland ook waarschijnlijk kandidaat was. Dus er stond een vliegtuig klaar. Oh. En we hadden dagelijks contact met de ambassade, de eerste secretaris. Van als er iets misging, dan zouden we gelijk weggaan. Nou, dat verdient alle lof van de gemeente Tiel. Vanzelfsprekend. Maar ik sta hier ook om u namens de koning... we noemen het tot lid in de orde van Oranje Nassau. Ja. Ik ga u dat voorstellen. Ja, ik was toch door dat je in je eigen huiskamer gedecoreerd wordt. Ja, maar houd ik wel. Precies. Nou, vanuit de positie had. Dank je wel. De lintjescaravaan trok verder door Tiel. Het gezelschap belandde in de Meidoornstraat waar een verbaasde heer Van D. versierselen in ontvangst nam. De heer Van D. is ruim 40 jaar als vrijwilliger actief geweest bij postduivenvereniging De Verwachting. Eerst was hij 15 jaar actief als bestuurslid en hierna is hij nu al ruim 25 jaar de voorzitter van deze vereniging. Naast deze bestuurstaken is hij tijdens het vliegseizoen, dat zijn de zomermaanden, ook verantwoordelijk voor het beheer van het clubhuis. Burgemeester Benakker liet zich uitgebreid informeren over de duiven en wat er bij deze spot komt kijken. Ja, ik kijk of je nog naast de andere speelt. Ik kan wel. Ik heb al speciaal van mijn kleine speltjes gemaakt. Oh. Dat is ingewikkeld om op te spelen. Dankjewel. Ja, uit de video. Dus die waren er beter. Op een fantastische locatie in Tiel, in een van de torenflats aan de Echterse Dijk, werd mevrouw Groen verrast met een lintje. Zij is ruim 45 jaar actief als vrijwilliger bij LTC Kellendonk. Ze doet hier de inkoop voor de bar, coördineert de schoonmaak en is coördinator van de 50PLUS competitie. Ook is zij al bijna 30 jaar actief als vrijwilliger bij golfvereniging De Batouwen en heeft zij zittingen in diverse commissies. Sinds kort is zij vrijwilliger bij Clestio Tiel en Stichting Tiel Centrum XL en de Vlindertuin. Ja, ik probeer zonder te prikken. Heel goed. Ja. Ik heb al speciaal voor ons van kleine speltjes gemaakt. Hè? Ja. Dat is het beste. Van harte geniet je dat. Prachtig. Fijne dag. Jullie hebben nog wat even gefeest, hè? Ja. Even, maak wel leuks van. Dankjewel. Ja, goed. In dikke. Ja. Ja, ja. Heeft er iemand gedrukt? Oh, ja. Het laatste lintje van de dag werd uitgereikt aan mevrouw Gera Elisabeth van der Leun. In de Vlindertuin gebeurde dit in het centrum van de stad. Mevrouw van der Leun is ruim 10 jaar intensief actief als vrijwilliger en coördinator bij Stichting Tiel Centrum XL. Ze is onder andere betrokken bij het geveltuinenproject, de mobiele plantenkastjes en het project Magic Garden. Meer recent is zij als projectleider en vrijwilliger de drijvende kracht bij de totstandkoming van Vlindertuin De Zindering. Meloen Slufferman van de gemeente Tiel, vandaag de lintjesregen. Wat is jouw rol daarin geweest? Ik ben adviseur kabinetszaken en stadspromotie. En vanuit die positie ben ik betrokken bij de lintjesregen. Dus dat betekent bij de voorbereiding om ervoor te zorgen dat Tielenaren die zich echt inzetten voor onze lokale
gemeenschap, dat die daadwerkelijk een lintje opgespeld krijgen. 8 mensen kregen vandaag een lintje. Wat komt daar nou bij kijken? Een hele hoop. Ik kan je vertellen, vorig jaar moest je voor 1 juni iemand hebben aangedragen voor een lintje. En je krijgt niet zomaar een lintje. Je moet er echt wel wat voor hebben gedaan en nog steeds doen. Zo moet je minimaal 15 jaar je helemaal vrijwillig inzetten voor Tiel. Dat kan zijn voor een vereniging, voor een stichting, een goed doel. De Vlindertuin bijvoorbeeld, heeft ook iemand een lintje gekregen. En dat moet je minstens 10 uur per week doen. Je mag er niet voor betaald krijgen. En het is ook iets dat je al langer moet doen dan bijvoorbeeld 1 of 2 jaar. Wat ik net al zei, minstens 15 jaar. Aanvragen, hoe gaat dat in zijn werk? Het handigst is om naar lintjes.nl te gaan. Daar vind je een hele mooie uitleg hoe het in zijn gang gaat. Maar het begint allemaal met een formulier. Dus met het invullen van een formulier, met allemaal gegevens. Als indiener is het ook de bedoeling dat je brieven aandraagt. Dat mensen die onderschrijven dat iemand daadwerkelijk een lintje verdient. Je vraagt het ook nooit voor jezelf aan, maar altijd voor een ander. En dan gaat het naar de gemeente en dan begint voor ons het grote werk. We gaan bijvoorbeeld werkgeversverklaring opvragen, gegevens bij de politie, bij justitie. Klinkt allemaal heel zwaar, maar eigenlijk willen wij een verklaring van dat je een goed burger bent. Dus dat je daadwerkelijk je goed inzet voor onze lokale maatschappij. Terugkijkend op deze dag, hoe heb je het ervaren? Ja, het was echt geweldig. Ja, vanaf 9 uur waren wij in touw tot ongeveer 2 uur. We hebben 8 mensen een speldje mogen opspelden. Althans, de burgemeester uiteraard, Hans Beenakker. Die ook met het ontzettend leuke idee kwam om met de bus te gaan dit jaar. We zijn naar de mensen toegegaan, waardoor de verrassing des te groter was. En ja, als je dan gewoon die glimlach op de gezichten van de mensen ziet, dan word je zelf ook helemaal blij van. Hans Beenakker, burgemeester van de gemeente Tiel. Een geslaagde dag. Ja, ongelooflijk mooie ochtend gehad. Het 8 gedecoreerde waar we met de bus langs zijn gegaan. Het idee kwam uit jouw eigen koker. Hoe lang heb je daar al op gebroed? Nou, we wilden dat eigenlijk al voor corona doen. Maar ja, goed, toen kwam die periode tussen dat we alleen maar konden bellen van onderscheidingen of ze in kleine groepjes konden uitdelen. En je wil op locatie natuurlijk in het clubhuis heel veel mensen kunnen ontvangen bij de gedecoreerden. Dus dat kon dit jaar voor het eerst. En we zijn meteen full speed van start gegaan. En ik denk dat het ontzettend leuk was met de bus langs. En de mensen echt op locatie in hun eigen omgeving. Als gedecoreerde toespraak is dan ook echt voor de mensen bedoeld. Die hun hebben voorgedragen, die in hun club zitten of hun vereniging. Ja, dat is gewoon super mooi om mee te maken. Je hebt het zelf als leuk ervaren, maar belangrijker natuurlijk de mensen zelf, hè, wat je terugkrijgt. Nee, precies. Het gaat niet om mij in dit geval. Het gaat om de gedecoreerden en de mensen om hun heen. Hè. En ik heb ook heel veel enthousiaste reacties op gehad. Ik vond het echt erg leuk, spontaan. Het waren ook echt hele leuke bijeenkomsten. Het kon natuurlijk overal maar kort zijn, want er waren gelukkig veel gedecoreerden voor Tiel 8. En je moet het in de ochtend afwerken. Maar het waren allemaal stuk voor stuk hele leuke bijeenkomsten. In verenigingsgebouwen, sommige bij een aantal mensen ook thuis. Hier in de Vlindertuin waar we nu staan. Dat was de laatste. En ik vond het zelf mooi om mee te maken. Ik heb heel veel positieve reacties op gehad. Dus we gaan dit zo komende jaren ook weer doen. En de 8 gedecoreerde, stuk voor stuk, bijzondere mensen. Allemaal zeer actief in onze samenleving. En dat geeft me weer eens aan. Ook met al die mensen om hen heen vandaag. Hoeveel mensen actief zijn in het vrijwilligerswerk in Tiel. En dat is natuurlijk ook heel hard nodig. Maar ook ontzettend mooi om te zien.